daar. Moeilijk, hè? Ja, zo'n bezoek. Heel zwaar. Dag, ik ben dokter Lane. Henk Meijer, vriend van de familie. Ik ga even door naar... Ja. Hallo. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik ga eerst even met Edith praten. Ja, ik heb even. Gaat u weer even zitten, dokter? Met, gaat u weer dus. Ja, met Edith gesproken, omdat ze toch ook nog aan jullie. Ja, dat ik beter het verhaal nog even kan vertellen als dat ze het zelf vertelt. Je weet wat er aan de hand is. Ja, ze is ongeneeslijk ziek, uitgezaaid, inmiddels ook naar de hersenen uitgezaaid. En dat betekent geen enkele kans meer op genezing. Maar als je niks zou doen, hoe lang zou ze dan nog leven? Als ik dit inschat, hooguit een maand of drie, maximaal. Waarschijnlijk korter. Maar dan heeft ze het niet fijn in die drie maanden. Dan is het een hele slechte kwaliteit van leven. Dus ze heeft al heel veel pijn. Ze krijgt al allerlei medicijnen om de pijn te onderdrukken. Ze heeft nog extra medicijnen gehad om zich beter voor te doen. Ja, want ik heb het helemaal niet zo erg gemerkt aan haar. De laatste paar weken dacht ik dat het juist goed ging, hartstikke goed ging. Het ging helemaal niet goed, alleen ze heeft zichzelf ontzettend opgepept om nog de geboorte mee te maken van haar achterkleinkind. Ongelooflijk. Dat was voor haar een doel. Maar naar mij toe, hè, toen het proces begon, was al heel duidelijk van zo wil ik niet. Ik wil niet creperend aan een eind komen. Ik heb eerst nog even een tweede arts laten kijken. Dat we zeker weten dat alle zorgvuldigheidscriteria zijn vervuld. Hè. Er is ook altijd een hele papierwinkel. Nou, er is groen licht. Ze is heel duidelijk. Ik heb net nog aan haar gevraagd, wil je dit? Mm-hmm. Nou, dat heeft ze ook tegen jullie nog een keer aangegeven. Ze wil dit. Maar voordat we naartoe gaan, zou je de telefoon willen afzetten en de bel. Dat we echt niet gestoord worden. Want dit is geen moment dat we van wie dan ook... door wie dan ook lastiggevallen willen worden. Als ze het gedronken heeft, dan is ze eerst nog bij kennis en dan gaat ze geleidelijk in slaap vallen. 5 tot 10 minuten. Dus alsjeblieft, praat met haar. Ja. Roy, knuffel haar. Je zuster ook. Dit is de laatste keer dat je het kan. Had jij nog een vraag, Charlene? Nee, ik merk dat mereltje wel goed. Dat, Ja. Nou. Je wordt onzeker, hè, van als het indringt, gaat iemand dan wel dood? Dat is een hele goede vraag. Hoe zeker ben je daar nou van? Nou, de praktijk leert dat heel effectief is, als je maar niet gaat overgeven. Dus vandaar, hè, we hebben al zetpil gegeven om de misselijkheid en het overgeven tegen te gaan. Ik heb het flesje bij me. Dat is het. Dat is het. Het is één flink glas. Oké. Maar wanneer gaan we dat dan doen? Dat ga ik nu aan de vragen. God. Zo. Nou. Ze is er helemaal klaar voor. En wat ze zegt, of jullie de stoelen willen meenemen, we moeten er niet staan. Het is typisch Edith dat ze ook daar weer aan denkt.